Rita, we hadden om 3 uur afgesproken. Nou is het 3:30. Oké. Dat is weer typisch vrouwengedrag, hè? Ja, sorry. Ja. Hallo Christine, sorry. Dat was niet tegen jou bedoeld, hoor. Ik voel me eigenlijk toch al wel aangesproken. Ja, nee, dit is echt... Anita maakte afspraak. Maar goed. Okay. Nou, we gaan weer naar Anita. Vertel. Daar zijn we weer. Ja. Nieuwe aflevering Braakballen. Ja. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag over de ransuilen hebben. En we gaan een ransuilenmand ophangen. En dat is een proefproject. Want waar ransuilen in de buurt zitten en waar geen oude kraaien en extranesten in de buurt zijn, daar hangen we een ransuilenmand op om de ransuil te helpen. Ik heb er 2 meegenomen. Ja. Eén zoals we hem aanschaffen. Mm-hmm. En één zoals hij eruit ziet als hij bekleed is. Dus dan ziet hij er al een stuk natuurlijker uit. Maar je hebt hem niet zelf gevlochten? Ik heb hem niet zelf gevlochten. Ja, lijkt me echt een type om mandjes te vlechten. Ja. Nou, het zou kunnen, maar zover ben ik nog niet. Misschien in de toekomst, wie weet. Oké, maar vertel. 2 mandjes? Ja, we gaan dus deze beklede mand, die gaan we ophangen dadelijk in een den in dit geval. Okay. We hebben hier in de buurt een winterroest van ransuilen. We proberen ook altijd die manden in de buurt van een roest op te hangen. En dan zeker op plekken, wat Anita net al zei, waar geen... of extra nesten hangen. Okay. Dus ja. We gaan dadelijk, we hebben een klimmer meegenomen. Die jagen we dadelijk de boom in. En die gaat de mand voor ons ophangen, want de mand moet wel op een meter of 15, tussen de 10 en 15 meter moet die toch wel hangen voor een ransuil. Kunnen vrij hoog in de boom zitten. Ja. Nou, dus je gaat de klimmer hoog in de boom jagen. Dat is een man-onvriendelijke opmerking. Kom. We gaan van start. Okay. Ja. Dat is een beklimmer met een ladder. Zo. Meneer de Klimmer. Goedemiddag, meneer. Wij zijn van Braakballen. Braakballen? Een informatief programma over uilen. En jij bent de Klimmer? Ze zeggen het. Nou, vertel, wat doe je dat al lang, klimmen? Dat is een beetje mijn hobby. Je hobby? Hobby is een beetje natuurfotografie. Oké. Okay. En net als Anita's regelmatig een beetje bijstaan. En zo gaan de braakballen rollen. Zo gaan de braakballen rollen. Nou, dat is mooi gezegd. Maar ik dacht, je klimt met de touw naar boven. Maar... Nou, voor het gemakkelijke. Een ladder is altijd makkelijk, hè? Ja. Nou, dan heb hebben ze niet van niks uitgevonden. Dus... Nee, dat is waar. Ja. Goed, Anita, terwijl die meneer daar, de klimmer... Hoe heet je eigenlijk? Henny, zo heet mijn vrouw ook. Anita, waar ben je? Ja, daar ben je. Ja. Wat nu? Ja, nou gaat Henny dus de boom in. De boom in. Ja. En die gaat het mandje van Christine in de boom hangen. Ja. Mooiste mandje. Ja. Leg eens uit, Christine. Wat is het nut eigenlijk? Het nut is... Van, hè? Ik schrik niet meer zo gauw voor jou. Dus ik ken jou al wel langer inmiddels. Mm. Dus ik schrik niet meer zo heel gauw. Het nut ervan is dat we de ransuil een extra broedgelegenheid willen geven. Dus een extra kans om te gaan broeden. Met name in de natuurgebieden merken we dat de kraaien en eksters eigenlijk steeds meer naar de randen van de natuurgebieden gaan. Mm-hmm. Waarom dat is, dat weten we niet. Maar die ransuilen zijn afhankelijk van die kraaien en extranesten. Ja. Dus zoals al gezegd, waar er weinig kraaien of extranesten zijn, proberen wij die ransuil te helpen door het hangen van een kunstmand. Met name in Servië en ook een gedeelte van België hebben ze eigenlijk al veel ervaring met die kunstnesten. Daar werken ze heel goed. Hier is het nog een proefproject. Dus we zijn heel benieuwd wat eruit gaat komen. Het is een beetje nog in de experimentele fase, zullen we maar zeggen. Dus jij bent een proefkonijn? Ik niet, de uil. De uil. Oké. Je krijgt ook een nek hier en zo, hè? Ben je nou aan het doen, Henny? Ik ben nou mijn eigen goed aan het zekeren. Is het uitzicht een beetje mooi? Het is mooi groen, maar je kan nu ver van hem afkijken. Oké. Okay. Ja, gereedschap, wat ijzerdraad en tangen, zodat hij het daar boven goed vast kan maken. Oké. Ja? Ja. Hi Ken! Ja.
Joost zegt wel, het duurt lang, maar hij mag toch zelf ook even naar boven. Ja, dat dacht ik toch niet. Jawel, Joost. Ik ben cameraman. De boom in. Nee, ja. Jullie kunnen de boom in. Ja, jij ook. Je moet je eigen inleven in de uilen. Ja, nog. Het schommelt wel een beetje, maar dat kan er wel tegen, denk ik wel, Joost. Ja, dat is geen probleem. Zo. De koffie al klaar of niet? Ja, dat mag ik hopen, ja. Nou ben ik aan de beurt, hè, zeggen ze. Ja, dat dacht ik ook niet. Dus ik neem even afscheid van de kijkers. Jij hebt een bergkijk, Joost, in plaats van een uil. Ik heet ook Van den Berg. Zo. Ah.